meteen al een dashboard creëren. The need to get information into the hands of the business users has never been greater. The speed at which we do that has now moved on considerably. When I first started in IT, we used to run a report that was 10,000 pages that people would look at to understand how the business performed. Nowadays, we're not looking at that. We're not looking at weeks, days. Users are demanding information at their fingertips, in some cases less than an hour. En Rocket Discover is een dashboardoplossing waarmee u informatie kunt ontsluiten naar de eindgebruiker. En waarmee KPI's getoond kunnen worden waar men op kan gaan sturen en ook iets mee kan gaan doen. Maar dat moet natuurlijk wel passen bij een model waarbij in ieder geval ook vastgesteld is dat de informatie betrouwbaar is. Het is mooi om een dashboard te hebben, maar ook wel iets zeggen. Mobile devices, people want to be able to look at their phone or look at a tablet, be able to see how the business is performing or their part of the business, how that is performing, and be able to react to that. Als je alleen het gemiddelde laat zien, die blauwe lijn, dan valt het niet echt op. Hier zie je onmiddellijk dat daar wat goed fout is gegaan. Wij als Vision BI vinden het belangrijk om met de markt mee te blijven bewegen. En Rocket Discover is een nieuwe datavisualisatie tool die de markt echt op zijn kop gaat zetten wat betreft gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid. The need for getting information into the hands of the users was becoming critical. Als een klant in staat is om zijn organisatie mee op reis te nemen, uitzicht te hebben op de mogelijkheden die er zijn en die klant ook daar en zijn personeel en zijn medewerkers ook daarin mee te nemen, dan is het doel geslaagd. So the product we came up with, we put three elements into it. There needed to be some kind of data preparation, data enrichment capability. The competitors' products need to have a third-party product to be able to do that. So we thought we would put that into the product. So it's all part of Rocket Discover. Met name de eenvoud waarmee gebruikers in de tool hun data kunnen waarnemen, zelf grafieken en dashboards kunnen maken en ook heel eenvoudig dat kunnen delen met andere gebruikers en daar ook over kunnen discussiëren met elkaar.